En welkom dames en heren bij aflevering 4 alweer. Dit gaat toch wel even rap zeg. Het is ontzettend heet vandaag. Dus ik ben lekker aan het zweten. Misschien hoor je het wel aan mijn stem. En misschien ben ik iets minder scherp dan normaal. Maar in ieder geval, vandaag is het een belangrijke dag. We hebben een opdracht gekregen van de game. Dat is een kerk bouwen, een church. En die wil ik hier gaan neerzetten. Ik heb er een goede cliffhanger in gegooid, maar dat draait gewoon aflevering 4 helemaal om de kerk. We hebben aflevering 3 voor het eerst graan neer kunnen zetten, een molen en natuurlijk onze Lord Manor kunnen afronden. Super tof. De stad begint echt vorm te krijgen. We hebben 38 inwoners en ik vind het nog steeds een heel vet spel. Echt waar. Als je dat nog niet wist. Oké, de church. Ik ben er klaar voor. Ik denk gewoon dat het nu echt tijd is om een church te bouwen. We hebben nog geen brood. Ik zit wel even te denken, klopt dat wel? Ik ben een bakkerij vergeten. Zie je wel, ik was iets vergeten. Bakery. Die gaan we natuurlijk even bouwen nog. Die gaat voor de kerk. Ik moet de cliffhanger nog even op de cliff laten. Spoelen gewoon even hard door. Kan deze game gelukkig. Of een goede positie voor de bakker. Waar zou je nou een bakker neerzetten als je die had? Ik denk misschien wel hier. Oh, woodcutter couldn't find any wood. Oké. Jullie mogen dit gaan kappen, jongens. Hoppa. Eigenlijk toch goed dat ik wat forest aan het maken ben hier. Want je ziet, het gaat sneller dan je denkt. Planken hebben we onwijs veel, dat wel. Oh, het akkertje gaat daar maar heen. Misschien moet ik mijn kamp ook wel gewoon verplaatsen hier naartoe. En hier het even met rust laten. Ik denk dat ik dat wel wil. Maar eerst de bakery, die had ik 300 gold voor nodig. Boom, daar zijn we. Ik vind het onwijs leuk gebouwtje, echt waar. Echt goed gedaan, oké? Maar waar zet ik hem neer? Zet ik wel hier. Ja, ik zet hem gewoon hier neer. Zo, hier zetten we hem neer. Ik denk dat ik dit ga opschonen namelijk. De sawmill en een lumber camp kunnen van mij gaan verplaatsen straks. Want die komen echt midden in de stad te liggen. De kerk komt hier straks. Ergens. Ik weet nog niet precies waar. Even over nadenken. Kan ook hier natuurlijk. De bakker krijgt even prioriteit. Er moet even snel gebouwd worden. Ik ga mijn... Het klinkt raar, maar mijn tool... mijn tools raken best wel snel op steeds. Daar moet ik op wachten. Dus mijn trading route... gaat even... meer tools meenemen. Ik weet het. Het is best wel veel. Het gaat veel geld kosten. Maar als het goed is, ga ik ook veel geld genereren nu... nu ik brood ga verkopen. Kijk, 25 tools. Dan zitten we daar niet meer op te wachten. Ah, kijk, die ene route is nu weg. Dat is mooi. En dit, oh. Hier kunnen we een mooi hekje omheen gaan zetten, zeg. Pop, pop, pop. Dat ga ik ook gewoon doen. We hebben toch tools genoeg. Fence. Ik heb namelijk nooit met de hekjes gespeeld. Ik denk toch wel dat dit een extra lust voor het oog is. Oh, je moet ze wel echt gewoon... Is er geen andere manier om dit gewoon... Dit moet ik echt zo neerzetten dus. Oké. Het vraagt geduld. Nou, we gaan steeds meer geld krijgen, dus... Wat is er nou weer? Geen geld meer, zeker. Verdomme. Maak hem straks wel af. Eerst die bakker. Kom op maar, bakkertje. De bakker is klaar. Bam. Twee mensen gaan bakken. Nu hebben we de volledige productielijn, chain... Ho, we hebben veel mensen, zeg. De kerk moet gebouwd worden, maar...
Steen. Hoe gaat het met steen? Behoorlijk. Je kunt natuurlijk ook gewoon steen gaan verkopen, of kan dat niet? Trade. Ja, ze kopen gewoon steen. Als ik hier gewoon nog een gathering hut bij zet, 5 mensen aan steen en er een trading route bij gooi, misschien hier ook wel gewoon een warehouse neerzet. Hoppa, daar is hij al. Was hij. Echt even je spel op stop zetten als je iets wil kopen. Brood. Wordt geproduceerd nu, dat is goed. God. Wie is er allemaal geld aan het uitgeven? Die huizen zijn natuurlijk nog aan het upgraden. Oké, 52. Oh, ik kan nu een stonecrow camp neerzetten. Die bomen, even jammer dan. Oké, gaan jullie maar bouwen. En dan wil ik ook mijn trade route weer een beetje aanpassen, want nu begint het micromanagen een beetje te komen. Een trade route. Die berries mogen namelijk wel even naar de 150. Juist. En de stenen wil ik naar 250. Waar is de steen? En natuurlijk gaan we die kerk nog bouwen. Natuurlijk. Ik wil dat ook even snel als jullie. Maar er kwam even een hiccupje tussendoor. Ik was de bakkerij vergeten. Kan gebeuren. We zijn er bijna. There we go. 300. Ik denk dat de kerk gewoon nu wel alvast kan gaan ontwikkelen. Oké, team. Ik kan een team. Ik wil een blauwe kerk kiezen. Ik heb in mijn eerste stad een stone church gemaakt. Nu wil ik een blauwe. Kijk hoe dat eruit ziet. Oh. Oké. Laten we gewoon een hele gruwelijke kerk bouwen. Maar waar? Waar bouw je een kerk? Altijd dicht bij City Center. En ook wel een beetje dicht bij mijn huis. Ik bedoel, ik moet ook kunnen. Dat hier een mooie plek is. Op de heuvel. Ja, ik vind het hier leuk. Big Tower. Alhoewel. Ah, ik vind het altijd zo moeilijk. Waar zet je nou een kerk neer? Gaat wel groter worden hoor. Ik vind hem nu een beetje verstopt. Hij moet aanwezig zijn. Ik moet hem ook ergens neerzetten waar ik meer huizen wil hebben. Dus dat is gewoon hier. Wat ben je nou aan het doen, joh? Ik ben een grote kerk. Veel te grote kerk aan het bouwen. Geen kerk, maar een kathedraal. Vind ik dit tof. Ik denk dat dit hem is geworden, jongens. Heeft even geduurd. Hij moet iets lager. Maar ik vind de achterkant van deze nog niet helemaal 100. Misschien kunnen we hier nog iets aanpassen. Extension A erin te gooien. Oké.
Ik denk dat ik hem zomaar lekker laat staan, want ik ben er nu al een beetje klaar mee. Hoe lang ben ik hiermee bezig? Verschrikkelijk lang. Het was veel getwijfel. Veel gekut. Maar uiteindelijk... is die daar dan... bijna. Oh, ik moet nog kruisen op die shit zetten. Hij is niet helemaal recht, maar hij staat ook op een heuvel. Een paar kruisjes erop. Ik weet niet wat dit ding is. Een gargoyle of zoiets. Weet ik hoe het heet. Geen idee waar het voor staat. Maar ik zet hem erop. En dan doen we hier ook nog twee kruisjes. En dan... het echt wel gehad. Dit duurt ook 500 uur voordat het af is, maar... oh, wat was dit een bevalling. Het kost in totaal 205 tools. Oh, money maak je klaar. Oh, ik heb wel aardig wat money over, zie ik nu. Ik kan even wat... territorium kopen. Blijkbaar gaat het goed met het geld. Moet natuurlijk meer belasting betalen, dat wel. Maar... ja, uiteindelijk... oh, deze jongen. We hebben natuurlijk nog steeds een kledingprobleem. Want ik heb nog geen werker. Span sheep. Zo. Van mij mogen deze bomen weggehaald worden. Jeetje, dit was het wel. Wat een aflevering. Jullie hebben mij vooral zien bouwen. Als je dat kut vond, sorry. Lekker doorspoelen hoop ik dat je dat hebt gedaan. Oké, we gaan bouwen. Ja, ik vind hem mooi genoeg hoor. Start construction. Oh, wat doe ik nou? Niet anders kunnen maken. Ja. Daar is hij hoor. Boom, boom, boom. Het gaat een tering lang duren. Nou jongens, ik denk dat we zo wel aflevering 4 hebben afgesloten. Sorry voor het vele bouwen, maar misschien spoel ik het ook wel helemaal door. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie heel graag weer de volgende aflevering, wat aflevering 5 gaat zijn. En aflevering 5 gaan we hopelijk de huizen naar level 3 upgraden. En de stad echt flink uitbreiden op een groot tempo. Want dat is nu zeker mogelijk. We hebben onwijs veel unemployed mensen. Dus dankjewel voor het kijken. Doe dat duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, laat het even weten in de reacties. En vergeet niet te volgen op de socials. Als je nog vragen hebt, laat ze ook hieronder weten. Dankjewel wel voor deze keer. En ik hoop jullie volgende keer ook weer te zien. Dankjewel voor het kijken. Bye bye.